Hallo beste kijkers, hartelijk welkom. Vandaag hebben we een interview met een delegatie van de Sutterij Sint-Jozef Oetstein. Heren, hartelijk welkom. Zou je je willen voorstellen? Welk rang je hebt, welke functie en wie lang je al lid zit? Ik ben Piet Sanders, voorzitter momenteel. Ik ben een jaar of 10 lid van de Sutterij en sinds 4 jaar voorzitter. Mijn naam is John Zoeterman, ik ben een 44 jaar lid dit jaar en ben bestuurslid. En voor de Vereniging Westijn zit ik in het bondsbestuur en voor de bond in het federatiebestuur. De Sutterij is opgericht in 1904. Wat was toen het doel van die Sutterij en is dat doel nu nog altijd aanwezig? De doel van 1904 eerder was dus tot begin 1600 zijn we teruggegangen. Toen waren de Sutterij eigenlijk in functie om de landerijen en het hele gebied rond het kasteel te verdedigen en die nodig. En later is het meer een culturele functie geworden. Begin 1900 en zelfs nog iets dingen. Maar het is proberen gewoon de alle waarden wie het vroeger was om toch die tradities in ere te houden. Hoe is het Sutterij samengesteld? Als ik gewoon kijk even naar de volgorde zo wie een optocht gelopen wordt, dan begint dat met de tambourmeter. Achter de tambourmeter loopt de drumband. Dan de marketaansters, de vaandeldrager. Dan de koning en eventueel koningin, als die er is. Dan de officieren en daarachter de geweerdragers. En dan de neven loopt immer de commandant, kapitein. Dat is de samenstelling. U hebt zojuist de naam van de marketaansters genoemd. Kunt u uitleggen wat die doen? De marketaansters zijn eigenlijk de verzorgers van de leden van de schutterij. En dat deelt in, die zorgen voor het natje en het droogje. Die hebben een tunken even zich hangen waar jonge jenever in zit. En een keur voor kaas, woos en brood in zit. En tijdens de optochten die we van ons lopen, is het toch leuk om daarvan te genieten. En dan komen die van ons met een hapje en drankje de stoet langs, zal ik zeggen. Dan hebben ze ook gesproken over de koning. Wie niet was de koning? Koning was de nood als de koningsvogel hebben ze afgeschoten. En de koningsvogel bestaat uit een plaat waar een vogel opgeschilderd is. En degene die dan op het koningsschedel, wat we binnenkort hebben, als laatste onder de buk staat en de vogel afschudt, die is koning voor dat jaar. John, wie is dit georganiseerd? Oschaterie is aangesloten bij de bond. De bond Sint-Gerardus Amstrade. Daar zijn 21 verenigingen lid van. De bond is weer aangesloten bij het ZLF. Dus we hebben één keer per jaar dus dan ook een Zuid-Limburgs federatiefeest. Is dit jaar in juli in Worsje. En dat zijn de drie zuidelijke bonden. Het is eigenlijk de kleine broer van de oude Limburger. Want het Oud-Limburgs, waar we ook onder vallen, dat zijn alle Belgische en Nederlandse schutterijen gildes, plus nog een stuk of twee, drie Brabantse gildes. En hoeveel schutterijen moet ik dan denken die aan het OLS meedoen? Tussen de 150 en 155 ongeveer. Ja, dat is tijdens een paar uren optocht te kijken, als ze wilt zien. Ja. Nu worden door allemaal de bonden, federatie, weer Sutterfeest gehouden. Wat moet ik er eigenlijk onder verstaan? Boete dat de stoet hebt, de optocht hebt. Wat speelt zich allemaal af op de C2? Ja, het begint natuurlijk met de optocht, zoals je er zegt. Naderhand, op de C2. Heb ze dus de diverse onderdelen van het uitrijden van de koningsparen, het scheten zelf, dat is dan het laatste eigenlijk. De drumband die uitrijdt van elke schutterij, keizersparen, de bielemankes, de tambourmeter, alle facetten van wat in de schutterij voorkomen. Daar zijn dan wedstrijden, onderlinge wedstrijden van en die werden dan beoordeeld door een jury. Ophouding, kledij, allerlei facetten wat er aan te pas komen. En dat is eigenlijk het mooie van het schuttersfeest, wat de meeste lui vaak niet metbeleven. Ja, ja.
En die, de winnaars, of wie moet ik dat nu bekrijgen, door een waardering prijs voor? Of het, Daar werden medailles aan uitgereikt. En op het einde van het jaar dacht ik zelfs dat er nog een bepaald aantal punten aangegeven werd. En kende een schotterie ook met de dingen die ze binnen het bondsfeest halen, bepaalde punten met vergaren. Dus dat... In onze bond is iedere schutterie ingedeeld in de klasse. We hebben een A, B en C-klasse. Ja. En op het eind van het jaar is een zilveren schild uitgereikt op wieveelste plaats als in die klasse is geëindigd. Ja. Maar dat wil zeggen, daardoor zijn wel kleinere prijzen komen te vervallen, zoals met scheten en zo gaat. En houden van de optocht. En dat is nu één keer per jaar krijg je dan zilveren schild voor. Nu is Nederland het schuttersfeest wat gedood. Ben je zit ook nog op diverse andere activiteiten present. Kun je daar eens een aantal van opnemen? Ja, laat ik zeggen, het seizoen begint bij ons al met de carnaval. Dat is het begeleiden van de seniorenprins, het begeleiden van de optochten, het openen van het carnavalseizoen in november. Dan krijg je het patroonsfeest wat we binnenkort hebben. En op dat patroonsfeest doen we dan ook de graven bezoeken van de overleden leden en dergelijke. Na het patroonsfeest kreeg de dodenherdenking en me goed herinneren. Zo wordt de gasten allemaal een beetje op een rit zet. Het begeleiden van communicanten hebben we gedaan nog. Dan hebben we de bondsfeesten, uiteraard. 6 stuks per jaar. Al met al is het een klein 26 activiteiten die we zo door het jaar her organiseren en bijwonen naar schutterie zijn. Met een of is het ook mogelijk om de scheetwee af te huren door verenigingen, families, wat dan ook? Ja, dat kent. We hebben dan een beetje een minimum aangesteld van 25 personen. Omdat het ook een beetje gerelateerd is aan een alternatief schuttersfeest, om het zo te zeggen. Dus een personeelsvereniging bijvoorbeeld of een vereniging kent bij ons op de schutterwee een alternatief schuttersfeest houden. Ja. En door met die centen wat verdoen met kennen verdienen, dat proberen we eigenlijk de vaste lasten van ons lokaal een beetje met te drukken. Ja, dat scheten helpt meestal alleen dat ze op een vogel scheten. Dus ze scheten dan in een vogelhoed in een raam en naar de rand kunnen ze ook nog puntjes scheten. Nu is het, de scheterij bij jullie is het veldvuurtje. Dat ligt tussen Meers, Maatbal en Steen. Kijk je door eens vertellen wat je daar allemaal aanspeelt? Ja, dat kent je wel misschien. Dat, ja, dinsdags deed altijd drumband, het repetitie. Dan begint de kleinere jeugd, die kregen dan de eerste les, dus die nog een opleiding zijn. Daarna heet de hele drumband repetitie, dus gezamenlijk nog. En het vrijdags hebben we altijd luchtbuks eten. Dus dat is iedereen, het zomers is dat boeten met de zware buks. Met zwinters om toch bijeen te komen en dan bijeen te houden. Hebben we dus zitten met de luchtbuks binnen, ogenpuntjes. Ook de jeugd deed er heel erg goed met. En dat is, ja, zo hield ze eigenlijk de vereniging bijeen. Verhouden de onder ons vergaderingen, de feestjes. En zo eigenlijk alles. We hebben me laten vertellen, je maakt ook de keugel zelf in eigen beheer. Ja, ja, de keugel werden ook gemaakt voor mijn lot over. En we maken alles zelf, maar daarvan mocht niks in de wei blijven. Dus alles wat daar gemaakt wordt aan keugel en zo, wordt meteen van de wei afgehaald. Want het is tegenwoordig met de wapenwet is aan zoveel eisen moet voldoen worden. Het opslaan van de buks, het opslaan van het kroet, het moet allemaal veilig gebeuren. Dan heb ik gewoon nog bulkcacheten. Ook die voorbereidingen voor het bulkcacheten wordt ook vanochtend hier geplaatst, hè? Ja, dat begint ook. We hebben een, de heer Kersenmakers, daar zorgt het hele jaar ervoor dat de puntjes gewoon op de latten stonden. Dat deed dat in ons werklokaal, wat er neven het grote lokaal staat. En daar zorgt alles dat we iedere vrijdag de stekken zo in de kogelvanger kunnen zetten. En dan gaat dat naar boven. Ja. Vroeger schoot voor in de vrijeloog, tegenwoordig is dat op de kogelvanger. Dus de kogel komen we gewoon in een ummerke wat onder de kogelvanger hangt. En zo kunnen we ze weer hergebruiken. En het komt niet in het veld. We scheten juist nog 2 keer per jaar in de vrije loog en dat is met koningsscheten en een wijk voor de Oude Limburg even te oefenen in een park. Oefenen, ja. Nu heb je een stichting Vrienden Schutterij Jozef Versteen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk spontaan opgericht tijdens even voor het bondsfeest. Nee, ja, voor het bondsfeest even.
En dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat ze altijd een hoop lui die zeggen van God, een schutterie die moet behouden blijven en dat is een stuk cultureel erfgoed wat we moeten hebben aan. En dat gaat dan zo lang goed dat als ze zeggen ze een man van, oh, dan ben je lid van de schutterie. En dan is het van, ja nee, dat geeft me toch een beetje te wiet. En daar is eigenlijk het idee geboren van, ja, om dan toch de schutterie te ondersteunen om een club op te richten, Vrienden van de Schutterij. Ik moet zeggen, we zijn daar heel erg blij mee. En dat is een 50 euro per jaar, meenig, is daar de contributie van. Hè. En die leden die daarin zitten, dat geld wat daarmee vergaard wordt, dat wordt in overleg met de schutterie besteed. Uiteraard heeft de schutterie aan dat geld niks te vertellen. Dat bepalen de Vrienden van de Schutterij. En we hebben op dit moment bij de Vrienden van de Schutterij een wensenlijstje neergelegd van hetgene wat de schutterie graag hou. En nog vanavond dat er dadelijk geld beschikbaar is, hopen we dan een keer gebruik van te mogen maken. En, u hebt een tientje geleden, een paar maanden geleden, heb je het trommel gekregen? Ja, we houden een paar jeugdleden over op dit moment. En dat is een van de jeugdleden, daar worden aan toe om een trom te krijgen. En dat is Juri Schoens, dacht ik. Hè? Ja. En daar hebben we dat ook kenbaar gemaakt aan de vrienden, van wat voor Ger willen. En ik moet zeggen, de vrienden die hebben spontaan ons die trom geschonken. En dus we hebben dat ook mogen overhandigen aan dat jongen. Ik ben daar hartstikke gelukkig mee. Ja, dat kan je voorstellen. Ja. Wat de komende jaren eigenlijk heel hoog in het vaandel zit, het vaandel zelf is heel slecht aan het weren. En in de toekomst een nieuw buks. Dus dat zijn allemaal, waar we heel blij zijn dat we de vrienden hebben, is die dan bijdragen in kunnen. Want dat zijn hele grote bedragen die we... Dat staat natuurlijk op het wensenlijstje. Ja, Wie verleden heb je eigenlijk? We hebben op dit moment, ik meen 26 geuniformeerde leden en 56 totaal, dus niet geuniformeerde, die er nog bij komen dan. Dus in totaal 56 leden, waarvan 26 geuniformeerd. En je wilt natuurlijk dat je het gaat groeien, hè? Als dat mogelijk zou zijn, heel graag. Ja, je hebt nu de mogelijkheid om een oproep te doen. Ja, dus, idee is hoe kunnen ze zich melden? Hoe kunnen ze informatie krijgen? Nou, ter allereerst, ze kennen heel gemakkelijk en zeker in deze tijd info@schutteriestein.nl. Dan komt ze op de site van de schutterie, daar staat het adres van de secretaris, van de voorzitter. Alles, er staan foto's, hele oude, nieuwe, alles wat met de schutterie te maken heeft, ja, kan men op de site vinden. En dan kan, als men echt geïnteresseerd is, dan kan men ons altijd bewaren. Of hebben een vriendig is gewoon het jeet te komen kijken. Iedereen is welkom om het vriendigst te komen. En gewoon eens te komen kijken wat is dat te doen. En hoe kunnen ze zich aanmelden? Via e-mail? Ze kunnen ze gewoon via e-mail aanmelden. Dus dat staat er ook op de site. En dat is of rechtstreeks naar de secretaris, dat is John Harkema, Rembrandtstraat 29 in Elslo. Goed heren, dit was het interview. Bedankt dat je bereid bent geweest om het over de schutterij te vertellen. Graag gedaan. Ik wens je in de toekomst veel succes. En misschien tot de volgende keer. Dankjewel. Ik vind het fijn dat we ons hebben mogen presenteren hier. Kijkers, dit was het weer. Denk hier dat je een vereniging zelf wilt promoten. Stuur dan een e-mailtje naar info@omroepstein.nl. Bedankt voor het kijken.